Designregio Kortrijk en haar partners Leiedal, Voca West-Vlaanderen, Stad Kortrijk, Ho West en Biennale Interieur stimuleren de creatieve maakindustrie met inspirerende projecten. Zo is makers en doeners samenbrengen het doel van Buda Libre. Buda Libre, dat is een netwerkevent dat we een aantal keer per jaar organiseren samen met Kunstencentrum Buda. Het is de bedoeling om ondernemers, studenten, makers, creatievelingen en iedereen die geïnteresseerd is in creativiteit samen te brengen voor één avond. En op die manier proberen we verschillende actoren samen te brengen om kruisbestuiving en netwerking te doen ontstaan. Voor Dominique Manen resulteerde Buda Libre in het verleden al tot iets moois. We zaten met het idee om een keer een eigentijdse vleugelpiano op de markt te brengen. We zijn naar Buda Libre geweest, zijn er in contact gekomen met Erik Dumartier van HBO Design. Met het resultaat dat we eigenlijk een mooie designpiano ontwikkeld hebben, die eigenlijk een Horry van de Velde label gewonnen heeft, een design award. En dit instrument is ook te bezichten op de Wereldexpo in Milaan. Voor anderen is het een eerste keer. Vroeg of laat gaan we toch terugkeren naar de oudere rituelen van echt netwerken en uit te gaan naar mensen. En uiteindelijk moet je ook, het is eigenlijk allemaal een beetje de juiste persoon tegenkomt op het juiste moment. En dat is zo'n evenement wat goed voor. De volgende editie van Buda Libre is op 29 oktober, tijdens de Week van het Ontwerpen. Ook Leiedal wil een positief, creatief en innovatief ondernemersklimaat creëren. Een toepassing daarvan is Metamorfose XL, een parcours van 40 redderstoelen tussen Wielsbeke en Waasten met zicht op de Leie. Als partner van Designregio hebben wij deze keer willen inzetten op design niet zozeer als een middel om een product een betere vorm te geven, maar ook te duiden dat design interessant kan zijn om processen goed dan ook te stroomlijnen en vooral ook een maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Neem nog tot eind augustus deel aan de Stoelfiewedstrijd van Leiedal. Alle info en de prijzen vind je op leiedal.be.